Geesten verdreeuwen is de oorsprong, maar in de stellingwerven gaat het benammen om gezelligheid. Is het nou gevaarlijk of valt het daar? Nee, wij doen alles volledig. Veiligheid staat centraal, dus dat denken we even over na. Ja. Nou, dan kom je er ook wel te staan, maar gauw verder. Dat is succes. Nou, yo, dank. De reek is in vieren omkrieten te zien bij de Peerskevuren. Dit is het grote vuur van de Vochtel. Meer dan 1000 mensen komen op het evenement af. De gezelligheid, de mensen om je heen, het vuur, de samenhorigheid. Ja, gezellig, lekker warm, gewoon een gezellig avondje uit. Of elke werkdag werd ik wel plat gebeld voor mensen die wouden takken brengen of dat wij ze kwamen halen. Dus nou, ja, en dan elke zaterdag gingen we takken halen. Met trekkers en mensen uit de buurt, met een verrijker. Als er nou vuur weggaat, heb ik tenminste nog vuur om aan te steken. Gewoon gemeentes binnen kritisch op de Peerskebulten omdat ze milieubelasten binnen. De organisatoren vinden dat eens maar onzin. Ja, dat snap ik niet. Want? Ja, nou, een auto is ook niet goed voor het milieu en de rijders ook. En... Even verderop in Harde Bekeep zit de brander ik goed in. En ik, hier zit het vuur haast in de game. Nou, het brandt heel erg en het is gewoon heel mooi. Ja. Maar vuur is zeker gevaarlijk. Ja, dat is wel weer. Misschien ik net heel dichtbij gisteren.